fotografeer met natuurlijk licht. Dat is zo'n zinnetje wat ik heel vaak hoor. En misschien gebruik je het zelf ook wel eens. Wat mensen eigenlijk zeggen is, ik heb wel een flitser, maar die ligt in de kast of die zit in mijn tas. Maar ik vind hem heel eng om te gebruiken. Als je kunt leren fotograferen, als je je camera hebt leren kennen, kun je ook leren flitsen. Iedereen kan dat. In de vorige cursus voor de PhotoFlex Academy hebben we lightpainten laten zien zonder flitslicht. In deze cursus gaan we flitslicht toevoegen. Het geeft je veel meer creatieve mogelijkheden. Ik ben Lisbeth van Asselt. Ik ben al van kinds af aan bezig met fotografie. En inmiddels 20 jaar beroepsfotograaf. Wat we gaan doen komt voor een deel uit het boek Flash & Light Art wat ik geschreven heb. Over het combineren van lightpainten met flitslicht. Maar er komen ook heel veel andere dingen aan de orde. Waarom ga je nou eigenlijk zoomen met je flitser? Wanneer flits je op het eerste en tweede gordijn en wat is dat eigenlijk? Wat is de omgekeerde kwadratenwet? Hoe voeg je kleur toe aan je foto of aan je flitser? En wanneer zet je nou bijvoorbeeld een ledlamp in en geen flitser? Dus al die aspecten komen aan bod in deze cursus. Dus wil jij ook losgaan in je creativiteit, leren hoe een flitser werkt, geen flitsangst meer hebben, niet meer bang zijn voor die techniek, dan volg je de cursus Creative Light Art bij de PhotoFlex Academy.